Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Net als de afgelopen dagen begint de dag opnieuw met veel wolkenvelden... maar er valt slechts op een enkele plek een spatje motregen uit. Op de meeste plaatsen is het droog. De zon kan ook af en toe door het wolkendek heen piepen. Het zal niet heel veel voorstellen... De kans lijkt het grootste in het noorden, maar ook daar hebben de wolken wel de overhand. Vanochtend is een graad of 7, vanmiddag wordt dat dan 8 tot 10 graden. Dan breekt de zon wat vaker door. Opnieuw, het noorden maakt de kans op de meeste zonneschijn. Maar of het echt stralend zonnig wordt, zoals ik nu nog even boven Groningen had staan, daar twijfel ik toch wel wat over. Vanavond ook een paar opklaringen en ook in de nacht kan het lokaal opklaren. En als het dan opklaart, daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Morgen liggen de kansen voor de zon duidelijk beter. Dan schijnt ze van tijd tot tijd. Het wolkendek heeft nog wel de overhand. Maar ik denk dat we in elke regio de zon wel af en toe zien doorbreken. Temperaturen morgen 8 à 9 graden. Net als vandaag staat er weinig wind. Vrijdag neemt geleidelijk de bewolking weer toe. En vooral in het westen kan er later op de dag een spatje motregen vallen. Zaterdag en zondag is ook een uh, lichte neerslag mogelijk. Maar de zon die schijnt ook van tijd tot tijd. De temperaturen blijven tussen de 7 en de 10 graden uitkomen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u een fijne woensdag.